Wij zijn hier eigenlijk te gast bij onze bewoners. Pas nergens zo'n warme groep dan dat we hier tegengekomen zijn. Ik help mij sowieso met deze groep en dat is eigenlijk heel fijn. Dan zijn iedereen zo keihard aan het lachen. Ja, ze rekenen op u. Jij wilt er dan ook zijn voor hun, dus je bent ook een band aan het maken met die mensen die toch wel altijd vrij uniek is, vind ik. De meest stille kan soms op een heel ongewone manier uit de hoek komen. Met een oogopslag of met een pink, dat je zegt, allee, we zijn in. Dat blijft aan je hart hangen. En die mensen, ja, daar doe je het voor die momenten. Wij proberen toch samen te werken met andere partners. Zo zijn we vorig jaar een project opgestart samen met Sint Camillus in Bierbeek, waar we eigenlijk twee mensen begeleiden die een verstandelijke beperking hebben, maar die ook in een forensisch kader zitten. En we begeleiden die eigenlijk om ze terug te kunnen laten uitstromen naar de maatschappij. Omdat het bij ons hier zo kleinschalig is, is het gewoon heel fijn dat je nauw contact hebt, zowel met de collega's als met de bewoners, de familie van de bewoners, de voogden, whatever. Die mannen die raken mij elke dag opnieuw. Ik heb nog nooit energie gehaald uit mijn job, maar hier, ik kom elke dag graag naar mijn werk. Eén keer als je dat hebt, dan weet je dat je op de juiste plaats zit.